Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Nederland gaat vandaag schuil onder een laag bewolking, maar die bewolking is moeilijk zichtbaar voor de satellietfoto, omdat de wolken dezelfde temperatuur hebben als de grond. Maar de modellen hebben het uiteraard wel, en dus ook onze weersverwachting. Het is vanochtend grotendeels bewolkt en vanuit het noordwesten gaat er steeds meer plaatsen motregen en lichte regen vallen. Het neerslaggebied trekt vanmiddag langzaam naar het oosten. Het zuidoosten houdt het ook dan nog grotendeels droog, en in de namiddag breekt in het noordwesten en westen de zon weer door. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. Vanavond trekken de regen en motregen langzaam via het zuidoosten weg en dan wordt het op de meeste plaatsen droog. De wind gaat ook afnemen en in de nacht ontstaat dan mist. Morgenochtend is het op veel plaatsen mistig. In de loop van de ochtend trekt de mist op. En morgenmiddag zijn er zonnige perioden. Bij amper wind wordt het 19 naar 20 graden en de zaterdag verloopt dus droog. Zondagochtend is de kans op mist iets kleiner. Daarna zijn er opnieuw flinke zonnige perioden en worden het 20 tot 22 graden, misschien lokaal 23. Ook maandag is een heerlijke nazomerdag. Dinsdag neemt de kans op buien toe. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl